De van oorsprong uit Enschede afkomstige Mandy Hoefman staat aankomende zondag in de finale van Mrs. Netherlands Universe. Een verkiezing speciaal voor moeders en getrouwde vrouwen vanaf 25 jaar. Tijdens haar deelname aan de misverkiezing zet ze zich in tegen huiselijk geweld. En dat doet ze ook niet zomaar. Mandy, welkom. Dank je. Uh, je. Je spreekt je uit tegen huiselijk geweld... omdat je daar zelf mee te maken hebt gehad. Helaas wel, ja. Uh, ja. Zometeen uh, ben ik benieuwd om daar wat over te horen... voor zover je dat kwijt uh, wil. Misschien eerst toch even naar die verkiezing... Mrs. Netherlands Universe. Ja. De, dat is niet zomaar een misverkiezing. Toch? Nee, ja, nee. Als je die wint, moet je ook naar het buitenland en dan moet je ook Nederland vertegenwoordigen en dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, ja, maar goed. Ik, ik zei het al even. Hè. Voor moeders en getrouwde vrouwen vanaf 25 jaar ja. is een normale misverkiezing voor zeg maar ongehuwde vrouwen onder de 25 jaar Klopt, ja. zonder kinderen. Ja. Dat is het. Dat is helemaal niet. Ja, dat is inderdaad zo ja normaal als je de gewone miss Nederland of de miss Netherlands, hoe je het dan uit wil spreken dan is dat tot, uh, tot 25 jaar oh. vanaf 18 tot 25 ja en, en hoe oud ben je zelf ik ben al iets ouder ja ja oké okay. maar 35. je kunt ze al een tijdje niet meer meedoen met de normale missverkiezing nee nee en wanneer dacht je dit ga ik doen nou vorig zomer ja. vorig zomer toen kwam ik iets tegen op Facebook en uh, met name het goede doel waar deze verkiezing zich voor inzet uh, sprak mij onmiddellijk aan zeg maar en uh, toen dacht ik, ik meld me gewoon aan. Ik heb hier helemaal geen ervaring in, nooit iets in gedaan. En ik dacht, ik zie het wel. Niet verwachten ook eigenlijk dat ik iets van zou horen. Mm -hmm. En toch, uh, toch was ik geselecteerd voor de casting. Oké, okay, want uh, ja, ik weet echt totaal niet hoe dat werkt. Je, je ziet een oproep op Facebook en je stuurt dan iets, van, iets in, een foto met een tekst ja, van ik wil ja. uh, wel meedoen met de verkiezing of zo. Ja, dan moet je dus op hun website. Moet je een aanmeldformulier invullen. Dan moet je inderdaad foto's bij meesturen. Mm -hmm. Alles, uh, ja, je motivatie, waarom je mee wilt doen. Ja. En nou ja, hoe oud je bent of je kinderen hebt, dat soort dingen. En dan uh, ja, word je geselecteerd of niet. Ja. Heb je kinderen? Ja, <laughs> ook, ja. Nog ook nog twee? Ja, ja, precies. Twee jongens. En, en dan de, 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 j, jij meldt je aan? Inmiddels ben je dan bijna Mrs. Uh, uh, Netherlands Universe. Is daar nog een voorronde aan vooraf gegaan? Nou nee, de casting eigenlijk. En daarna als je dus door de casting bent, ook daar dus door bent, mm -hmm. dan uh, ga je een half jaar uh, traject in. Traject, een soort opleiding krijg je ja. dan. Waarin je dus catwalk training krijgt, social media training krijgt. En je dus ja, elke maand daar zeker ook uh, een bijeenkomst voor hebt met alle finalisten die dus dan van de casting over zijn gebleven. En tijdens dat traject vallen er inderdaad nog wel eens wat af. En dan moet jij zondag op de catwalk uh, zo goed mogelijk je best doen om daar zo. Wat, wat moet je nou ja, eigenlijk? Ja, hoe ja, win je? Ja, ja, ik snap het ja. soms niet zo goed. Maar hoe win je dan precies? Nou goed, dit halfjaar traject waar ik het dus net over had, ja. daar moeten we ook opdrachten uh, voltooien. Dus ze nemen ook mee hoe je je opdrachten hebt uh, gedaan. Wat voor opdrachten zijn dat allemaal? Nou, onder andere moet je je eigen nationaal kostuum uh, regelen. Die mag je laten ontwerpen, maar ook zelf ontwerpen. Dus die moeten we dan zondag natuurlijk. Dragen in een van de rondes. Ja. En uh, nou ja, dat wordt dus beoordeeld. En um, een andere opdracht is dus inderdaad de huiselijk geweld, uh, dat je je daarvoor inzet. En um, nog een opdracht is dat je uh, tickets moest verkopen voor de, voor de livestream. Mm -hmm. En um, en dat heb je allemaal, het afgelopen jaar heb je je daar de ja. druk mee bezig gehouden. En dan alles in voorbereiding tot aankomende zondag. Wanneer echt het hoogtepunt ja. wordt dingen. En dan krijg je te horen hoe dat beoordeeld is. Ja. En met hoeveel andere vrouwen zit je in de finale? Er uh, zijn er nu nog 23. Maar dat, zijn, dat is ook weer een ding. Er zijn twee verschillende misverkiezingen eigenlijk bij elkaar. Ik doe mee aan de Mrs. Netherlands Universe. Ja. Maar je hebt ook nog Supermodel. Okay. En die doet dus met onzezelfde training mee. En die wordt gekroond in onzezelfde finale, ja, zeg precies. maar. Okay. Dus niet alle 23 die nee. er nu nog zijn, zijn ook mijn concurrentie. We, weet je hoeveel concurrentie je hebt? Nee, ik zou, ik heb niet geteld welke, nee. welke er nu precies. Want we hebben alles gewoon samen. Want ik kan me voorstellen dat jij, um, nou ja, als, als als dat je, je hebt je eigen verhaal wat je ook meeneemt. Ja. Ja. Um, dat dat wel ook weer een extra streepje is, gek genoeg in deze. Ik heb echt geen idee. Ik weet niet of dat zo werkt in deze verkiezing. Maar in elk geval denk ik wel dat ik mij, doordat ik dat heb meegemaakt... Um, eigenlijk wel heel goed kan inzetten voor dit doel. Want ja. ik weet als geen ander hoe het is. Wat, wat heb jij precies meegemaakt? Nou, ik heb inderdaad ook uh, in niet zo'n leuke relatie gezeten. Uh, best wel lang. 13 jaar. Hoe lang en... is dat geleden dat dat gestopt is? Uh, nu twee jaar ongeveer. Okay. Ja. ja. En ik dacht nu... Uh, Gaat het weer goed met mij? En nu wil ik heel graag mijn leven weer oppakken. En dus iets doen. Wat ook misschien um, een ander wat aan heeft. Ja. Ja. <laughs> dat ik mij in kan zetten voor, voor een ander in deze situatie. En dus misschien wel een voorbeeld ook kan zijn dat het ook wel weer goed met je gaat uiteindelijk. Want het heeft twee jaar geduurd. Ja, maar misschien nog steeds wel. Ik kan me voorstellen. Dat je daar heel erg. Uh, vo voordat je. Vo wat, wat was er twee jaar geleden kapot aan je? Nou ja. Best veel. <laughs> ik had, uh, nou ja, onder andere woon ik in Latrap nu. Ik, ik kom uit Enschede inderdaad. Ik uh, ben hier geboren, getogen. Nu woon ik sinds twee jaar ook in Latrap. En uh, dat is ook gekozen door meerdere betrokken instanties op dat moment dat dat gewoon beter was. Kiezen voor de rust. Dus maar goed, het, is, het gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten. Je, je bent hier geboren, getogen. Je, je wilt niet weg, toch? Nee, nee. En dat moet je dan wel. Dus dat was wel. Is uh... het ook een, een vlucht van, van, je, van je oude partner, van je ex-partner of niet? Nou, ja, voor mij niet echt. Nee. Maar hun dachten gewoon, de, vooral de betrokken instanties dachten op dat moment. Als we meer afstand creëren, dan wordt het rustiger. Mm -hmm. Dus vandaar dat we daar nu wonen. En nu ben ik daar helemaal op mijn plek hoor. Dat is inmiddels gewoon helemaal goed. Ja. Maar uh, ik weet ja, ik vond wel de eerste vier maanden dat ik daar zat, was echt, echt moeilijk. En had ik ook last van paniek aanvallen. Ik, ik kwam eigenlijk mijn huis gewoon niet meer uit. Ik dacht oké, okay, dit is nu mijn huis, maar ja, ik, ik kon eigenlijk de deur niet meer uit. Ja. Nou, daar heb ik uh, ook genoeg hulpverlening voor uh, mogen ontvangen. En gelukkig gaat het allemaal weer goed. En kijk waar ik nou dan sta. Ik bedoel, nu doe ik alles weer en zelfs dit. <laughs> dat had ik nooit gedacht. Nee, Een half jaar van. geleden had ik niet gedacht dat ik hier zou staan. Half jaar geleden zelfs niet. Nee, 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 nee had ik niet gedacht. Nee. Een half jaar geleden toen ik hier aan begon, toen dacht ik echt, het zal mij benieuwen of ik dit weer kan. Ik, ik had niet gedacht dat het me zou lukken, maar het is gelukt. Ja. Ik weet niet hoe open je daarover bent en als je daar uh, niet zoveel over wil vertellen, maar hoe, hoe zag jouw leven er dan tien jaar geleden bijvoorbeeld uit? Met, met die partner? Wat, wat hield huiselijk geweld voor jouzelf in? Um, ja, nou, veel agressie. Veel uh, dingen verbieden. Um, ja, jaloezie. Gewoon eigenlijk ja. Maar en, en waarom. Um, het belemmert gewoon je leven. Is dat, is dat vanaf het begin zo geweest in je relatie of groeit dat zoiets? Nou, ja, dat is wel inderdaad. Stap voor stap steeds erger geworden. Het was niet in het begin gelijk heel heftig of zo. Nee, dat wordt wel erger naarmate de jaren voorbij gaan. Ja, ja. ja. De, en, en is dat ook een. Want ik zet me dan af te vragen. Ja, je, je blijft blijkbaar 13 jaar lang blijf je daarin. Uh, dan zijn er eigenlijk twee vragen. Eén is, je blijft erin. Hoe kan dat? Ja, eh? en niet. En dat is niet een verantwoordelijkheidsvraag. Maar hoe, nee, maar dat, hoe gaat het? Hoe werkt zoiets? Ja. En twee is eigenlijk, hoe, hoe kom je er dan op een gegeven moment wel uit? Maar laten we dan bij die eerste beginnen. Ja. Nou ja, goed, je, ja, het, is niet, het is niet altijd alleen maar slecht hè, met, met zo'n iemand. En je houdt er toch ook van. En um, je hebt samen kinderen. Dus je denkt dan, ja, elke keer belooft die beterschap. Elke keer is het um, dat je hoopt dat uh, de nieuwe weg die ingeslagen wordt, ook door hulpverlening, dat dat wel werkt. En ga zo maar door. Je hebt eigenlijk altijd de hoop nog. Is, hij, is, hij, ja, ik, ik, is ja, dat... hij ook een soort van. Overkomt het jouw ex-partner ook op zo'n moment dat hij huiselijk geweld pleegt? Een soort van? Um, ja en nee, ja. Dat vind ik een moeilijke vraag. Want bij hem, ja, bij hem wist je het eigenlijk ook nooit. Het is heel onvoorspelbaar. Ja, ja. 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 En vooral veel jaloezie, waardoor dat dan weer ontstond. Ja, omdat ik ook nog wel eens zing. Ik treed nog wel eens op. En ik werk nog wel eens in het café. En dat waren allemaal dingen waar hij ook altijd wel vrij veel moeite mee had. Ja. ja. En dan dachten jullie samen, het wordt beter. Ja. Uh, en dan werd het, ja viel nee. je toch weer in oude patronen. Het hielp, het hielp allemaal nooit. Misschien ja. heel even, weet je. Dan was het een paar maanden dat het oké okay ging. En dan, ja, gebeurde het toch weer. Dus het is niet te veranderen. Wat doet en... het met je als mens? Als je, als je zelf uh, in een relatie zit waarin je slachtoffer bent van huiselijk geweld, wat deed het met jou? Nou ja, dat zeg ik. Ik denk dat voor mij voelt het nu eigenlijk wel. Nu dat je er echt uit bent, heeft het voor mij wel echt mijn leven stilgezet. Als je op terugkijkt. Ja. Hoe bedoel je dat dan? Ja, dat je eigenlijk niet echt meer iets kunt bereiken. Niet meer eigenlijk ergens echt voor kunt gaan. zonder dat er een heleboel problemen aan hangen. En Want van er was komen jaloezie en, en Ach, er was... Ja. je werd heel erg onderdrukt. Ja. ja, ja. En dingen proberen voor je te verzieken. Nou ja, met optredens bijvoorbeeld, dat hij dus gewoon organisatoren opbelt. En zegt gewoon, ja, je kunt haar beter niet laten zingen, want anders uh, kan het wel eens niet zo gezellig zijn. Of uh, nou ja, al die woorden die hij dan toen maar gebruikt. Maar dat mm. mensen je gewoon ook echt afbellen. Dat ze echt zeggen van, nou, kom maar liever niet, want wij willen die problemen niet. Kijk, en dat soort dingen, ja, dat, ja. het is gewoon echt een beperking op je leven, vind ik. Wat, wat is het moment geweest dat je op een of andere manier wel uh, na dertien jaar eruit bent? Gestapt, gekomen, ge hoe is dat gegaan? Nou, daar heb ik echt heel veel te danken aan uh, de opvang Cadera, Stichting uh, Cadera, Aanpak Huiselijk Geweld. Die uh, snappen echt hoe het is. Die zijn er echt heel erg in uh, gespecialiseerd. En daarvoor al die jaren, want Cadera kwam ik pas later dus terecht. En in al die jaren daarvoor, dan, dan word je wel uh, geholpen door. Um, maatschappelijk werk of door een nou ja mediant ben ik zelfs geweest en weet je of psychologen of wat ook maar en ze proberen allemaal met de beste bedoelingen natuurlijk iets voor je te doen en jou nou ja inzicht te laten krijgen maar dat is toch anders bij kaderen want hun snappen echt hoe dat bij ons gaat en hoe dat allemaal zo'n patroon is en wat zo'n spiraal is van want je, dat je zit geweld. zelf vast in een patroon ja, eigenlijk maar is, allebei ja. misschien wel in die relatie ja, ja. Ja. Ga je daar samen naartoe, naar Cadera? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat kan, dat, dat ja. kan. Maar in mijn geval was ik er dan uh, wel eerst alleen. Ja. We hebben het ook inderdaad nog een tijdje daar... Systeemtherapie heet dat dan. Hebben we daar ook samen gevolgd. Maar dat we, ja... Zeg ik, alle hulpverlening die wij uh, hebben gehad samen... Ja. die is op, uh, op niks uitgelopen, helaas. En nu ben ik daar dus verder... Uh, zelf uh, verder toen daarin begeleid. Ja. En... Ja. Zijn die, zijn die goed uit elkaar gegaan? Of ja, dat is misschien een hele don, gekke vraag, nee, maar ik niet. Nee, je, je bent, nee. Jij hebt op een gegeven moment gezegd: het, het stopt nu, ik ben nu ja, weg. Ja. ja. Ja, want ook nou ja, met de kinderen bijvoorbeeld. Je moet dan toch als ouders proberen toch een soort van omgangsregeling te hebben met de kinderen. En dat werd ook allemaal heel erg bemoeilijkt door hem en door zijn gedrag, vooral. En op een gegeven moment um, nou ja, had ook mijn oudste zoon daar heel erg veel last van en werd ook gewoon angstig. Dus toen heb ik gezegd, oké, okay, voor nu is dit kan gewoon niet. Dit is gewoon. We willen alle contact nu even verbreken. En um, dat is inderdaad nu bijna drie kwart jaar geleden. En toen nu, was je al uit elkaar. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar ja. toen was er nog met die bezoeksregeling dat je ja. toch nog een ja. beetje soort van met elkaar. Zat je moet, toch nog een beetje aan elkaar vast? Ja. En nu heb je geen contact meer. Nee, op dit moment helemaal niet. Ja. En um, de kinderen die spreken hun vader nu sinds een aantal weken met begeleiding van. Nou ja, helaas, JBOV, uh, spreken ze hun vader via beeldbellen. Hmm. En uh, er staan nog een aantal afspraken voor gepland. Maar ik hoop dat dat dan wel goed gaat. Maar je weet het niet. Met hem weet je het nooit. En dat is wel frustrerend. Ja, Ja, ja is ook lastig natuurlijk. Hij, hij is hier niet bij. Hè. Hij kan zichzelf nee. ook niet uh, verdedigen. Maar uh, um, het, 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 ik, ik, het is wel interessant om inzicht te krijgen in hoe jij het hebt beleefd. Uh, ja. um, maar het kost vooral heel veel energie. Zo'n relatie en zo'n überhaupt contact met zo'n iemand, zo'n man, die zo in elkaar steekt, kost heel veel energie. <laughs> Geloof ik. Je bent het je bent uh, twee jaar uh, uit, uh, ja. drie kwart jaar zeg je ook geen, geen contact meer. Ik kan me ook voorstellen als je zegt van ik heb me heel onderdrukt gevoeld, ja. uh, dat je uh, een soort van uh, bijna de andere kant zou kunnen opslaan. Ja, ik ben vrij. Ja, nou dat, dat is wel zo. Ja, dus nu pak ik eigenlijk alles weer aan. In het leven wat ik denk, dit wil ik gaan doen. Energie komt weer terug. Ja, zeker. En ik heb gewoon ook weer zin om iets te doen. Ik werk weer. Ik, uh, alles gaat eigenlijk gewoon goed. <laughs> het gaat gewoon goed. Ja, Ook dus als je maar, zondag die finale niet wint. Gaat het nog steeds is hartstikke prima. goed? Ja. ja, ja. ja Daar ben ik al heel erg trots en heel erg blij dat ik überhaupt in een finale van zoiets sta. Want zeg ik, ik heb er geen ervaring in. Nee. Nul. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat het zover al uh, gelukt is. Je hebt geen idee hoe je je kansen schat hè. Nee! Je ziet het allemaal wel. Nee. Ja, Dat geloof ik wel. Ik, echt, nee, ik, ik verwacht echt ook helemaal niet dat ik het win. Mocht ik het winnen, ben ik natuurlijk super blij. Maar als ik het niet win, is het ook goed. Want eigenlijk de reden waarvoor ik mij heb aangemeld om mij in te kunnen zetten voor dat doel, waar ik dus al over las dat deze misverkiezing zich voor in moet zetten, ja. dat, dat heb ik al gedaan. Dat, dat ben ik al aan het doen. Dus ja. eigenlijk is mijn doel daarin al bereikt. Mooi. Hopen dat ja. je met jouw verhaal ook weer andere. Ja. Mensen, vrouwen, uh, um, die in jouw positie zitten zoals jij hebt gezeten, ja. dat je ze kunt helpen. Dat daarmee. hoop ik ook. En uh, dan is die finale mooie meegenomen ja. wat er dan ook weer gebeurt. Maar wij hopen, we gaan duimen dat je wint. ja dat vind ik heel lief. Manny Hoefman, dankjewel voor je komst. En uh, Dank je. succes zondag. Dankjewel, heel erg bedankt.